Ik kan dat heel trots toch vertellen dat ik het vandaag voor de 40ste keer mag doen. Tijdens de start van het Tridium Pele Maas is voorzitter Heli Derks benoemd tot erelid van het Tridium. Die kreeg ze voor haar inzet in de afgelopen 40 jaar. En hoe voelt dat? Nou, ik vind na 40 jaar is het eigenlijk toch nog niet nodig. Want ik ben inderdaad, wat ook mijn dochter zei, gewoon vrijwilliger. En daar ben ik ook. En als je dat team ziet, wat wij op de bühne hadden staan, maar dat heb ik nu al 40 jaar, mag ik dat dan meemaken met zo'n geweldige mensen? Daarom kan ik nu zeggen, ik heb het 40 jaar gedaan. In een goede gezondheid is ook nog heel belangrijk. En bent u van plan nog vele jaren hiermee door te gaan? Ja, zie je, ik ben wel jong begonnen en daarom kan ik het ook 40 jaar hebben vol kunnen houden. En de gezondheid heeft het inderdaad elk jaar toegelaten. Maar ook ik word ouder. En op een gegeven moment komt er toch inderdaad toch een punt dat je moet zeggen, nou geef ik het over aan een opvolger. Elke dag is er een viering en zijn er activiteiten. Zo ook vandaag. Ik zeg bestuur, als ik de keeper ga voeren en er komt maar één keep, krijgt hij even goed te eten. De eerste dienst, hè? Dus de openingsdienst, daarna kwam de buitenrede, Verstappen. En daarna ben ik heel onverwachts verrast door een obade, 40 jaar Tridium. En ik ben echt in de bloemetjes gezet. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. En er zijn altijd hele mooie woorden gesproken die mij toch wel onder de indruk was ik daarvan. En ook wat ik heel erg leuk vond, dat mijn dochters, die wonen ver weg, die zijn dus toch ook gekomen vanmorgen, dat wist ik helemaal niet. Dus toen was ik toch even ontroerd. Ja. Deze moeder, die is enorm perfectionistisch en die wil gewoon dat alles gewoon goed verloopt. Het Tridium is dinsdag voor de 67ste keer gestart. De komende dagen is er ruimte voor bezinning, ontspanning en gezellig samen zijn. Tridium werd in 1952 opgericht door pastoor van Basten Batenburg in Beringen. Vroeger gingen de mensen dus nog heel trouw naar de kerk. Maar als je ziek was, was je bed legerig en lag je thuis in bed. En dan konden de mensen niet naar de kerk. En in Beringen had je een patronaat en de kerk, die lagen naast elkaar. En dan heeft de Bas van Batenburg het daar opgericht. De mensen werden dus dat was nog de gemeente Helden. Werden daar door het Rode Kruis opgehaald en met mensen die toen al een auto hadden opgehaald om naar de patronaat te gaan. Daar kregen ze dus een natje en een droogje, dat werd door de huisartsschool. In die tijd werd dat allemaal verzorgd. En de paters, lazaristen, die hadden dat koor. En in de kerk konden dus de mensen met bed en al vaak toen in de kerk toch nog een heilige mis. Daarom heet het ook bezinning, ontspanning. En gezellig samen zijn, want Tridium betekent drie godsvruchtige dagen. Zo klinkt dat eigenlijk heel erg grooms. Maar toch in feite houden wij de bezinning er ook in. Het Tridium vindt nog tot donderdag plaats in recreatieruimte Trefpunt op de Helderse Bossen.